Ja, en nou wordt hij echt leuk. Ik heb echt een heel speciaal gereedschap om te testen of dat die uitlaatpakking goed zit. Hij zegt ja, het is briljant. Ja, drie keer raden waar dat vandaan komt. Mijn tandarts, die mist iets. Ik ga kijken of dat ik met het lampje... Ja, kijk, hier kan het spiegeltje kan ik erin. En dan kan ik, als ik alles goed uitlijn... Kijk, kun je precies in de uitlaatpoort kijken. Ik weet niet of dat het te zien is dadelijk. Ja, op de uiteindelijke video zal het ook te zien zijn. Je ziet in de verte een heel klein beetje een wit randje. Een lichter randje daar binnen die zwarte cirkel. En dat lichtere randje is hoe dat de uitlaatpakking geïnstalleerd is. Je ziet ook aan de rechterkant van het beeld dat die daar dunner is. Linkerkant en boven is die dikker. Dat is het... Dat is precies waar de pakking te klein was. En je ziet dat de luchtstroom daar iedere keer langs geweest is. En heeft iedere keer gewoon troep opgehoopt. Dus dat gat wat er nu in zit is eigenlijk precies hetzelfde gat als dat de pakking te klein was. Kijk, al zoom ik iets in. Ja, oh, hier, ja dan krijgen we een mooier op beeld ook nog. Ja, nog even scherp stellen, vriend. Daar is die. Nou, je snapt het idee. Hey, welkom terug. Het is een paar dagen later. Ik heb even een paar klusjes tussendoor gehad. Er is even wat vertraging opgelopen. We gaan dadelijk het blok verder uit elkaar halen. Even het vliegwiel eraf halen, ontsteking eraf halen. En kijken hoe dat met de lagers en dergelijke zit. We gaan uiteindelijk natuurlijk ook de krukas eruit halen om de krukas lager te bekijken. We waren gebleven bij cilinders. Ik had het originele idee om de HD-cilinder. Ja, een HD kun je makkelijk herkennen. Dat staat namelijk op HD. Die is eigenlijk best, ja, die is best goed. De HD-cilinder is gemaakt van gietijzer. Gietijzer, ja, dat is knoerhard. En dan meteen een HD-cilinder fatsoenlijk inrijdt. Kun je er jaren mee doen. Ik hoop dat het beeld ook goed komt. Ja, moet niet te veel bewegen. Op het moment dat je hem inrijdt, dan kun je er echt jaren mee doen. Het is gietijzer, dat kan eigenlijk weinig fout aan. Het lijkt redelijk veel op de TUM-cilinder. TUM is natuurlijk de Franse cilinder. En is te herkennen aan de letters TUM op de zijkant. Wij gebruiken meestal de Nikasil-cilinders. Ja, Nikasil is een soort van laag die hierin zit. Die is echt knoerhard. Wij hebben er betere ervaring mee, vooral makkelijker om aan te passen. Maar de reden waarom we de HD niet gaan gebruiken deze keer. Nogmaals, als hij goed geboord is, goed gehoond is en je hebt er een goede suiker in zitten, kun je er lekker lang mee doen. Maar er zit een productieding zit erin waar ik niet 100% gelukkig mee ben. Ik heb meer met professor Hoogland gevraagd. Wat vind je nou van die HD-cilinders? Ja, die vindt dat natuurlijk allemaal troep. Waarom? Nou, op het moment dat je goed kijkt, en ik kan er misschien de lamp inhouden dat je het kunt zien. Hier zit een uitlaatpoort in. Hier dat kleine gat wat aan de binnenkant zit, dat is de uitlaatpoort. En de uitlaatpoort, ja, die moet natuurlijk zeker bij een hoger toergetal, moet hij zo snel mogelijk al het gas wat hier bovenin zit naar buiten doen. Dus hoe groter de uitlaatpoort, hoe sneller dat het gas kan ontsnappen. Je ziet eigenlijk al bij de HD-cilinder, ik zal hem iets dichterbij houden, het schijnsel zit erin. Ja, dat moet te zien zijn. Dat is redelijk klein, dus een gat van rond 10 mm. En hier aan de buitenkant is het ook 10 mm. Bij de TUM-cilinder, die dus wel iets zachter is, zie je dat dat gat, kijk, daar is het gat van de uitlaat, dat is veel groter. Dat is misschien maar 12, 13, 14 mm. Dus hier kan het uitlaatgas, zeker met de aanvangssnelheid, kan die veel sneller eruit. Aan de buitenkant is hij natuurlijk wel gewoon de 10 mm die hij ook op het uitlaatspruitstuk heeft. Maar zelfs hierin zie je verschil. Dit gat is groter dan dat gat. Dus hij kan sneller zijn uitlaatgassen kwijt. Inlaat is redelijk gelijk, zit niet zo ontzettend veel verschil in. En deze, dat is natuurlijk de aluminiumcilinder. Ja, die is weer redelijk vergelijkbaar met de TUM. Maar die heeft ook zeker een groter inlaatgat. Dus hier ben ik wel van gecharmeerd. En het uitlaatgat, daar passen we toch aan. Maar dat is ook weer vergelijkbaar met de TUM. En zeker veel groter dan bij de HD-cilinder. Dus de HD-cilinder valt wat dat betreft valt die af. Deze twee gaan we daar nog even een keuze tussen maken. Hoe hebben ze deze gemaakt? Nou ja, een of andere Bami heeft dit gegoten. En daarna heeft hij een hele grote boor gepakt. Die van deze kant af, M10 erin gejenst. En dat was het. Dat is natuurlijk wel op te lossen, maar dan moet je wel eventjes goed gereedschap hebben en een dag uittrekken met veilen, want het spul is echt knoerhard. Dus is een HD-cilinder te gebruiken en is er iets moois van te maken? Jazeker. Moet je wel goed gereedschap, veel geduld, heel veel tijd hebben. En ik sta niet bekend om mijn geduld. Dus deze uitwisser. Oké, er is niet een standaard volgorde die je nu moet volgen, maar die ik altijd makkelijkst vind. Ik ga in ieder geval eerst de tank even eraf halen. Dat is in dit geval met 10 boutjes. Er zitten 3 moeren, of 3 schroeven, daar zit hij mee. Schroeven, moeren, bouten. 3 bouten. Bouten zit hij mee vast. Deze aan de voorkant die is altijd het makkelijkste. Die kun je nu niet op de camera zien. Dan zit er hierachter dadelijk nog eentje. Oh, die is gelukkig hier met een lange schroevendraaier. Kan ik daarbij even kijken. Die zal ik ergens eentje hebben. Ja, hier gelukkig een lange schroevendraaier. Die gaan we dadelijk vanaf deze kant gaan we die eruit halen. Ik denk dat ik nou goed voor de camera zit natuurlijk. Dat is nog niet altijd gemakkelijk. Gelukkig is het spruitstuk al een beetje los. Ja, die gaan we er daar uithalen. En dan zit er nog eentje aan de onderkant. Die ga ik er ook afhalen. En dan natuurlijk heb ik weer een sleuteltje 9 nodig. Nee, ik heb een 10 deze keer. Voor aan de voorkant de benzineleiding los te halen.
En als die er allemaal af zijn, dan kan ik het tankje eraf halen. Hier zit geen benzine meer in, dus daar hoef ik geen zorgen over te maken. En als deze er allemaal af zijn, dan gaan we de cilinder eraf pakken. Nou, de benzineleiding is al los. Mooi, deze is los aan de voorkant. En deze aan de achterkant, meestal is die hier open. Dus die tank kun je er zo afschuiven als je de bovenkant open maakt. Deze die wil. Nog even aan de onderkant. Die zit nog niet los genoeg. Die zit helemaal niet los. Aan de onderkant is meestal ook gewoon een M10 bout. Ja, sommige puristen zetten er nog een M9 in. Maar er zijn maar weinig Solexen die je alleen met M9 nog uit elkaar kunt halen. De onderkant is eruit in de bak. De voorkant eruit. Revetje goed bijhouden in de bak. En aan de achterkant, kijk, dan schuift hij er zo uit. Deze benzineleiding ook in de bak. En de laatste benzineleiding. En die is wel weer een 9. Mooi, daar had ik al op gerekend. Twee sleutels bij. Hepsa, tank is weg. En dan kan ik het merkteken van de race kan ik eraf halen. Deze hebben ze gesealed, zodat je niks raars mee kunt doen met de krukas. Merktekentje, leuk voor in het museum. Oké, volgende. Ik denk dat dit ook een 9 is. Ja, dit is ook een 9. De boutjes van de cilinder. Voet, die zitten redelijk vast. Daar komt hij. Daar is die. Eerst alle vier de spanning eraf halen. En als de spanning eraf is, dan kan ik ze allemaal los gaan draaien, één voor één. Let daarop, ik heb het al vaker gezegd, draai nooit, als je iets losdraait, één moer er helemaal af, voordat je de andere van de spanning afhaalt, want dan ja, kan het allemaal krom trekken. Dan kun je bij het monteren kun je er weer problemen mee tegenkomen. Ja, dit zit allemaal goed los. Deze, ja, dit zit allemaal los. Het spuitstukje nou nog even zitten. Die haal ik dadelijk als laatste eraf. Zo, ik heb alle boutjes los. Dan kunnen we uiteindelijk de cilinder eraf halen. Ooit moet je hem een heel klein beetje zetten. Maar deze die wil al meteen. Dus hebben we er een pakking tussen zitten. Die is bijna een centimeter dik. Dat zal niet goed geweest zijn voor de compressie. Maar ik ben wel benieuwd wat ik hieronder ga tref. Ja, zo gaat hij er voorzichtig af. Even oppassen dat er niet te veel rotzooi onderin valt. Nou, zuikertje komt aardig mee. Standaard zo. Die heeft wel wat meegemaakt. In tussentijd. Ik hoop dat het goed te zien is op de camera. Ja, volgens mij wel. Even in de cilinder. Nou, de cilinder op zich ziet er... Nou, die ziet er wel redelijk uit. Daar is niet heel veel... Niet heel veel mis mee, die leggen we even weg. Ga daar nog eens even naar de spruitstuk kijken. Eventjes in het blok zelf, ik ben wel nieuwsgierig. Die daar naartoe. Nou, daar zit in ieder geval een nette krukas zit erin. Nou, dat is wel een mooie. Die krukas die gaan we zeker hergebruiken. Wel een fatsoenlijke krukas zit erin. Blok van binnen is redelijk zuiver, maar ja, dit is natuurlijk wel, ja, het is goed warm geweest. Ik zie flink wat slijtagesporen. Op de zuigerveren, maar dat komt volgens mij ook omdat in paniek toen deze cilinder erop gezet is op het allerlaatste moment. Tijdens de race, terwijl de race al bezig was. En die is natuurlijk niet goed ingelopen. Zoals ik al zei, het spoelpatroon is wel redelijk. Maar ja, dit is nog niet zo slecht. Ik ga de zuiger eraf halen. Hier daar ik met een klein tangetje de clipjes eruit halen voor de zuigerveer. Of voor de zuiger, die pistonpijnringetjes. Dan haal ik de zuiger eraf en dan beginnen we aan de andere kant aan de ontsteking. Even de tank pakken. Dat ik de goede tang heb. Ze hebben hier borgveertjes gebruikt. Zo wat zekeringetjes. Maar dan krijgt mijn tang niet lekker in. Alleen maar niet. Die heeft er nog geen trek in. Nee. Ja, iedere keer als ik hem dichtneem, schiet hij terug. Dus moet ik even een ander schroevendraadje achterpakken.
Nou, dat is meer werk dan dat ik gedacht had. Maar hier is die. Ja, die is eruit. Even weg. En deze kant. Oh, hier is een stukje afgebroken. Oh, die is afgebroken aan één kant. Benieuwd of dat ik die dadelijk nog tegenkom in de motor. Of ze hebben hem al afgebroken bij montage. Die is er bijna niet uit te krijgen. Dat is geen probleem. Dan duwen we de pistoonpen. Hopen dat hij wat los zit. Zit die los genoeg? Nee, dan moet ik dadelijk een pistoonpen duwer voor gebruiken. Nee, die gaan we dadelijk gebruiken. Gaan we verder.